Yo, kijkers van Punk Team, ik ben Martijn en ook jij in deze nieuwe video. Vandaag zijn we samen met. Hello, Gio. Gio, ook lid van Punk Team. Kijk. De Black Pearl. Oké, we gaan even naar de Black Pearl. Yeah, Black Pearl. Oké, mensen, we zijn bij de Black Pearl aangekomen. En hij is nu gesloten, hè? Dit ingang? Oh, dit is de uitgang. Oh, mijn fucking god, dat wil bij de operateur zijn. Ik heb je letterlijk laatst nog dagen gespeeld. Ik ben pas level 4, hè? Wat is er van de attractie? Soms niet. Kom, we gaan naar. Ik ga hier naar een ander karretje. Aan de andere kant. Ja. Ik kom daar. Ja, van tegen elkaar racen. Ik wist niet dat het een schoolbeschip was. Hij is niet zo hoge. Fuck, er ligt nogal een karretje op de grond. Heb je ze al gepakt? Nee. Dat kan niet. Voor mij. Dat is niks audio. Is dat al een clickbait? Of? Dus clickbait muziek, ja. Dat mag ik niet hebben. Dus ik zet de muziek heel zachtjes. Maar het is geen echt muziek. Het is gewoon van de server. Ja, het is gemaakt door hun. Dus kun je die vragen of het mag? Hey, deze heb ik al niet. Vraag je in die Joe's mag. Your chief. Ik mag de muziek gewoon gebruiken. Oké, mensen, we gaan nu naar de Indiana Jones. En ik heb even dat gepraat met Starfleet met name Fly. Deze heb ik al, deze week zeker. Heb ik al 3 keer gedaan of zo. Mag ik hiervoor in? Ik heb. Nee, maar oké, ik doe Point of View 18. Dat is cool. Dus weg. Oh nee, je moet dat niet. Kom, klik. Muziek. Heb jij hem ook aanstaan? Voor niks. Mag ik hem zelf voor aan? Ja. Ik kan het iedere systeem gaan delen. Ik heb hem heel aan. Ik kan op één punt staan. Waarom dan? Omdat het copyright is en volgens een al heel zachtjes. Ik hoor ze maar wel, maar ik geluid gewoon maar heb, maar. Hoor. De andere fly zit ook gewoon in. Hoi, ik hoor echt al die trapjes op en af gaan. Is het ook met die attractie, Bob? Plugin? Welke audio? De audio of wat bedoel je? Nee, hoe ze dit hebben gemaakt. Oh, dit, deze attracties. Deze hebben wij ook, deze begin. Ja. Ook die audio plugin. Deze audio plugin hebben we niet. Kunnen we die ook doen? Gaan we wel krijgen. Ja. Kijk zijn cape. Nee, die klikt helemaal, ik weet niet. Hij heeft een Minecon cape. Ja, die aankomen. Die kan ik gratis krijgen, alleen dan kunnen alle mensen die zien. Dat is een pixel. Ik denk dat ik dat wel ga gebruiken. Dat je in de video zo. Wat die bot? Ja, dan had je in de video wel een cape ziet. Bij mij. Ja. Maar zie je bij anderen. Anderen zien niet. Ja, ik kan hem zien, want ik heb die bot ook. Ja. Mensen, een beetje in de reacties wat jullie willen. Moet ik ook zo'n cape gaan gebruiken of niet? Ik heb misschien nog een Optify cape ook. Een Off-White cape. En mensen, als het toch bezig zijn in de reacties.
Bekijk ook zeker even mijn kanaal, als je meer video's van mij wil zien. En de kanaal van mijn kanaal. Die zijn allebei in de beschrijving en natuurlijk op de homepage bij het toffe bij de community. Oké, welke nu? De laatste attractie. Ben ik daar alweer geweest? Nee, hè? Heb je achievement? Nee, die heb ik niet. We moeten even wachten op karretje. We gaan uit. Oh, Dark Vader. Zeg als er een karretje is. Hé, hey, wacht, ik ga even uitkijken, hoor. We zien niet zo veel. Wat is voor haar? Dark Vader. Het is dit, hè? Toch? Nou, kijk waar dit karretje is. Hij is er. Welke kant komt die? Daar. Als je op de telefoon hebt, zie je hem aankomen. Ik kan geen op de telefoon, dus illegaal voor mijn computer ofzo. Moet ik even doorsturen? Haha, ik heb voorin. Oh. Nee, kut, ik kon niet achteraan. Nee, ik wil. Ah, godver, ik wil je niet. Dan doen we maar even thuis. Dan gaan we. Was. Of zou ik heel snel uitwerken? Zou ik kijken of ik heel snel uit kan maken? Oh, nee, man, dat kan ik niet. Ben ik veilig? Kan ik je rijdt dan een portje nog dicht? En nog open. Door de deur. Weet je wel of het veilig was? We gingen al rijden, toen ging pas de. Nee, dat zeg ik. Van redelijk dicht. Van de attractie. Nee, dat maakt niet zo heel erg uit. Met de poortjes, dan moet je overreden. Jongen, je kan je eruit flikken. In die vrije val. Nee, ik heb mijn taart in mijn hand. Zullen ze daar gewoon even een keer rondlopen door het hele park? Dat is goed. Oh, zie ik. Weet je waar? Ik ging in de spam met me. We hebben een horloge of zo, wat is op een sprookjeskrift. Ja. En toen werd ik gekikt. Dan kan ik je nu weer op. Sprookjeskrift. Ja. En het tovermenu. Ja. Ben je geband, hoe lang? Nee, ik kan niet meer. Ik kan gewoon op de server, alleen niet in die ene van me. Moet je lopen? Nee, ik kan niet meer in de server van de sprookjes krijgen. Het park. Oh, je bent van het park? Ja. Okay. Ik heb een temporary. Wij hebben een bandlist van nul, hè? Oké, we gaan nu even naar Warp Span en dan gaan we vanaf daar rondlopen. Mensen bij de ingang van Droomkracht en. Joey, je mag lekker rondleiden. Ik? Ja, je mag lekker rondleiden. Equus kopen. Klik hier. Oh, dit zijn showtijden. Kan je kaartje kopen voor show? Nope. Saai. Het is best een zieke show, hoor. Heerlijk. Nu heb je de attractiemenu. Als je te live bent om een ding te gaan. En hier heb je een hotel. Zachtjes. Okay, we gaan heel zachtjes doen. Ja, zo dadelijk komt er misschien een horenclown. Je weet nooit. Oké, mensen, dit was de video van vandaag. Als je het leuk vond, ga mijn kanaal gaan checken. Ga abonneren op dit kanaal. Daar heb je omhoog doet en druk op dat belicoontje. En dan zie je de volgende video weer. En check ook zeker het kanaal van Joe, linkjes in de beschrijving.